Ik ben Ghada Shaheen. Ik kom oorspronkelijk uit Egypte en ik woon inmiddels bijna 47 jaar in Nederland. En ik ben hier in de Isala, in het hartcentrum van de Isala, ben ik cardiothoracaal chirurg. Ik ben alleenstaande moeder van een dochter die bijna 17 is en die zit dit jaar in haar examenjaar. Wat ik heel graag doe is sporten, maar daar kom ik momenteel eigenlijk totaal niet aan toe. Het mooie van mijn beroep is wel dat het topsport is, dus ik hoef niet zo nodig naar een sportschool. Wij zijn het enige ziekenhuis wat deze robot inzet voor hartchirurgie. En wij zijn het grootste ziekenhuis voor longoperaties. Het is totaal niet lastig om van beide stukken kennis te hebben. Ik vind dat heerlijk. Juist het verschil in techniek, het verschil in dingen waar je op moet letten, het verschil in de hemodynamiek, zoals we dat noemen met een chic woord. Dus dat is zeg maar hoe gaat het er van binnen aan toe met de patiënt, is bij beide operaties totaal verschillend. Maar dat maakt juist de uitdaging, dat maakt het zo mooi om dit te kunnen doen. Dus ja, het vraagt wel, moet ik zeggen, het een en het ander om op de hoogte te blijven. Zowel van de laatste ontwikkelingen op het gebied van longkanker als wel de hartchirurgie en de cardiologie. Maar ja, ik vind het echt fantastisch dat ik dit kan doen. Als kind gebeurde er iets in mijn leven waardoor ik graag mensen beter wilde maken. Dit leek mij het beroep bij uitstek om dat te kunnen doen. Dat blijkt in de praktijk niet altijd het geval, omdat mensen toch ziekten hebben en gewoonten waardoor hun ziekte feitelijk terugkomt. Longkanker probeer je natuurlijk wel te genezen, maar dat is een hele lastige ziekte om die inderdaad voor de rest van het leven te kunnen genezen. Hartchirurgie. De patiënten die een klepprobleem hebben, die kan je heel mooi doen genezen met een hartoperatie. Patiënten die bijvoorbeeld omleidingen nodig hebben, die willen nog wel eens bijkomende aandoeningen hebben als te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, of dat ze rokers zijn of diabetes hebben, noem maar op. Waardoor de ziekte op lange termijn toch wel weer terugkomt. De patiënten met longkanker opereren wij over het algemeen met de robot. Dat is feitelijk een minimaal invasieve kijkoperatie, maar dan robot geassisteerd. En wat dat inhoudt is feitelijk dat er een machine zit tussen de patiënt en mij. Want ik zet de machine aan het werk met deze joystickjes. Hè. In het echt heten ze masters. En binnen in de patiënt bewegen dan de instrumenten. Dus het is niet zo dat de robot een soort van computer is, dat we de naam van de patiënt intikken en intikken wat er moet gebeuren en dan gaan wij weg naar een koffiekamer of zo. Nee, wij zetten echt de machine aan het werk. Ik werk nu bijna 7 jaar met deze robot. We zijn in oktober 2011 begonnen hiermee. Dus ja, dit jaar alweer 7 jaar. Aanvankelijk deden wij droge oefeningen met een plastic model, een soort van buik. Maar ik heb ook in de weekenden geopereerd op tomaatjes en druifjes en paperclipjes en dat soort dingen. We zijn ook getraind op kadavers. Dat was in Parijs, onder leiding van een aantal experts. Ja, en toen zijn we de eerste operaties begonnen, maar dan wel met hulp van een ervaren chirurg. En dan doe je een aantal van die operaties samen met die ervaren chirurg. En dan op een gegeven moment ga je zelf aan de slag eigenlijk. Ja. En omdat ik al ervaring had in de conventionele kijkoperaties, was die overgang niet heel erg lastig, moet ik zeggen. En ik vind zelf de leercurve voor het werken met de robot veel makkelijker en veel sneller dan de conventionele kijkoperaties. Het zicht is gewoon veel beter. Je kan de camera zelf bedienen. Je hebt veel meer beweeglijkheid met het instrumentarium. En ja, dat werkt gewoon veel plezieriger. Een beeld is driedimensionaal, dus je kan echt binnen in de patiënt kijken, goed kijken hoe het eruit ziet.
En dat maakt het gewoon een hele mooie, hele veilige en ook hele nauwkeurige techniek. Heb je wel spijt van dat je dit beroep bent gaan doen? Nee, nooit. Nooit spijt van gehad. Ik ben sowieso niet een type die snel ergens spijt van heeft. Maar dit was echt een kinderdroom en ik ben het wel aan het waarmaken. Maar de ontwikkelingen staan niet stil, zeker niet op het gebied van techniek. Als je bijvoorbeeld ziet wat we nu doen voor klepimplantaties, dat gaat via een heel klein sneetje in de lies en dat daarvoor niet het hele borstbeen open moet. De klepreparaties die gedaan worden met de robotchirurgie, waarvoor niet het hele borstkas open moet. Onze longoperaties die eigenlijk altijd met gesloten borstkas gaan. Ja. Dat zou je niet gedacht kunnen hebben 10 of 20 jaar geleden. Maar de ontwikkelingen gaan heel snel en we zijn er gewoon nog lang niet. Daar ben ik van overtuigd. Maar nee, om terug te komen op de vraag, dat is echt exact de reden waarom ik er geen spijt van heb. Want het blijft boeien. Ik geef dat ook altijd mee aan jonge dokters en co-assistenten. Je moet niet iets gaan doen wat je leuk vindt, maar iets gaan doen wat je... Ja, tot aan je pensioen en daaraan voorbij gaat boeien. Dat is het belangrijkste, ja.